Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden, behalve boven Zeeland, Brabant en Limburg. Die wolkenvelden die worden met een noordelijke wind langzaam naar het zuiden geblazen, lossen wel voor een deel op. Dat betekent dat we veel bewolking hebben in de noordelijke helft en in het westen met slechts af en toe zon, terwijl in Brabant en Limburg de zon wat vaker doorbreekt. Ook vanmiddag houden we dit weerbeeld min of meer. Blijft wel droog en de zon dus het meest in het zuidoosten van het land. Daar 17 à 18 graden en onder het wolkendek 14 à 15 graden. Vanavond beginnen de wolken dan langzaam wat op te lossen. Blijft verder dus overal droog en die wind met noordoosten 3 tot 5 per blijft de hele dag doorstaan. Morgen ook een stevige wind, langzaam wat meer draaiend naar het oosten en je ziet het, de meeste wolken zijn dan opgelost, nog een paar stapelwolken, verder veel zon en temperaturen 19 tot 22 graden. Later in de week wordt het nog warmer. Donderdag plaats het al 26 graden, heel misschien in de avond in het zuiden een bui. Vrijdag neemt de kans op regen en onweer toe en dan wordt het 25 tot 28, misschien 30 graden. Ook zaterdag en zondag kunnen de enkele buien vallen en dan gaat de temperatuur weer naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl